Waarom Jezus is gekomen, 11 december. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Hebreeën 2, vers 14 en 15. Hebreeën 2, vers 14 en 15 is meer dan 2 minuten in onze adventsoverdenking waard. Deze verzen leggen een verband tussen het begin en het einde van het leven van Jezus op aarde. Ze maken duidelijk waarom hij is gekomen. Deze verzen kun je heel goed gebruiken als je een ongelovige vriend of kennis stap voor stap de gedachte achter kerst wil uitleggen. Zo zou je dat bijvoorbeeld kunnen doen. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn. Die kinderen verwijst naar het voorgaande vers, waar het gaat over de geestelijke nakomelingen van Christus, de Messias. Zie ook Jesaja 8 vers 18 en 53 vers 10. Dat zijn ook kinderen van God. Met andere woorden, toen God Jezus naar deze wereld zond, had hij in het bijzonder het heil van zijn kinderen op het oog. Het is waar dat God de wereld al zo lief had dat hij zijn zoon gegeven heeft. Maar het is ook waar dat God in het bijzonder de kinderen van God, overal verspreid, bijeenbrengt. Johannes 11 vers 52. Het was Gods plan om Christus aan de wereld aan te bieden en het heil in zijn kinderen uit te werken. Zie ook 1 Timotheus 4 vers 10. Je kunt een aangenomen kind worden door Christus aan te nemen. Johannes 1, vers 12. Vervolgens heeft hij eveneens daaraan, aan vlees en bloed, deel gehad. Voordat hij mens werd, was Christus er al. Hij was geest. Hij was het eeuwige woord. Hij was bij God en hij was God. Johannes 1, vers 1 en Colossense 2, vers 9. Maar hij nam vlees en bloed aan en bekleedde zijn godheid met mensheid. Hij werd volledig mens en bleef volledig God. Dat is een onbegrijpelijk mysterie. Maar het behoort tot de kern van ons geloof en het is ook wat de Bijbel ons leert. Hebreeën 2 vervolgt met om door de dood. Jezus werd mens om te kunnen sterven. Als hij alleen God was gebleven, had hij niet kunnen sterven voor zondaren. Als mens kon hij dat wel. Hij wilde sterven en daarom moest hij wel als mens geboren worden. Hij werd geboren om te sterven. Goede Vrijdag is de reden dat het kerst is geworden. Over die betekenis van kerst moeten we het vandaag de dag hebben. Hebreeën vervolgt met hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. Door te sterven verbrak Christus de macht van de duivel. Hoe hij dat deed? Door onze zonde te bedekken. Dit betekent dat Satan geen been heeft om op te staan als hij ons wil beschuldigen voor God. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Romeinen 8 vers 33. Op grond waarvan rechtvaardigt hij dat? Op grond van het bloed van Jezus. Romeinen 5 vers 9. Het ultieme wapen dat Satan tegen ons kan gebruiken is onze eigen zonde. Als de dood van Christus die zonde wegneemt, is het belangrijkste wapen hem echter uit handen geslagen. Hij kan niet meer voor de rechtbank pleiten voor onze doodstraf, want de rechter heeft ons al vrijgesproken vanwege de dood van zijn zoon. Hebreeën 2 vers 14 en 15 eindigt met dit: en allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. We hoeven dus niet meer bang te zijn voor de dood. God heeft ons gerechtvaardigd. Satan kan daar niets aan veranderen. We zijn voor altijd veilig in hem. En God wil dat die wetenschap ons leven stempelt. De zekerheid van een goede afloop in de toekomst moet alle angst en slavernij in het heden wegnemen. Als we niet meer bang hoeven te zijn voor onze laatste en grootste vijand, de dood, dan hoeven we nergens bang voor te zijn. We kunnen vrij zijn, vrij om ons te verheugen, vrij met het oog op de mensen om ons heen. Wat is dit een geweldig kerstgeschenk van God voor ons en van ons voor de hele wereld.
Je luistert naar Onwankelbare Vreugde, een dagboek van John Piper door geloofsterusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofsterusting.nl.